uit het zonnige Frankrijk, Cannes. Zoals je achter me ziet, is dit de Cannes Bootshow. Ik dacht, is misschien toch wel leuk voor jullie om je even mee te nemen op de beurs. Dan kunnen jullie ook zien wat hier allemaal voor prachtige boten worden verkocht. Nou, kom op, gaan we de beurs op. Nou, we zijn binnen, helemaal leuk. Zoals je ziet, hier mooie azuurblauwe zee. Prachtig. Je ziet al. Dichtbij er laten zien, nog leuker. Zoals je ziet hier achter worden gewoon mensen met boten vanuit Nice en van Saint-Tropez heen en weer gevaren om hier in Cannes te zijn. Je kan ook van Nice een helikopter huren, dan brengt je gewoon eventjes hierheen. Dat is natuurlijk helemaal top. Zijn we weer. We hebben een mooi plekje uitgezocht, joh. Nou, laat eens even zien. Welke wil jij? Ja, heerlijk op die boot. Echt fantastisch. Niet normaal. Kom, Aris, we hebben dit nog neerleven. Over de top, jongens. Kijk, hier heb je ook dat er zo'n luik openstaat. Alle speltjes erin. Gewoon een bootje mee. Kun je dan lekker mee waterskiën en zo. Helemaal leuk. Je mag geen filmpje maken. Oh, hier is ook een leuke aardappel. Kijk nou mensen, hoe grappig. Gewoon eigen zwembad aan boord. Nou, come on. Wow. Dit is vet. Lekker loungen. En dan denk ik, oeh, wat is het heet. En ik heb geen zin om de zee in te gaan. Nou. Heb je gewoon je eigen zwembad mee? Ja, dat is helemaal top. Deze wilde ik jullie ook niet onthouden. En dan kijk, we hebben gewoon een eigen strandje mee. Oh, ziet u al liggen? Wat fantastisch. Leuke palmboompjes erbij. Heerlijk. En dan vind je het een beetje te heet. Ga je lekker in de schaduw zitten. Ja, fantastisch. Ja, hier zijn we bij de wat kleinere schepen. Maar ook niet echt verkeerd hoor. Kijk, prachtig toch? Misschien wat handzamer. Dan kan je zelf denk ik varen. Die andere grote schepen moet je echt een kapitein hebben. Met deze kan je vast wel zelf varen. Jij wel, hè Arend? Ja, maar dat komt pas goed. Kijk nou, zelfs bij deze beurs is elektrisch varen ook al een feit. Zullen we even gaan kijken? Is wel leuk. We moesten even zoeken, maar dat verklaart, want ja, dit is alles van elektrisch varen, zeg maar een kanbootje. Dus het is eigenlijk meer maar de power geweld als elektrisch. Maar er staat wel iets. Het moet nog een beetje groeien. Hè? Moet nog een beetje groeien. Hier, een kan. Nou, we zijn er aangekomen bij onze mooie roodsteen. Ja, dat blijft toch de mooiste boot, hoor. Prachtige boot. En dus hebben we nu weer. We zijn met netwerken. En we zien u hopelijk gauw bij ons showroom in Sassijn. Aris zal nog even rondfilmen. Stond nog wel even leuk. Maar ik zeg u alvast dag. Bedankt voor het kijken.